Wie vergeet wel de spelregels tijdens een training? Ikzelf. Denk ik Tommy. Ja, Tommy die vergeet ze vaak. Die let dan niet goed op en dan weet hij het weer niet. Cilian Mokone moet zijn, denk ik. Ik denk als er wordt gevraagd dat je maar twee keer mag raken, dan is hij de eerste die hem vier keer raakt, laat ik het zo zeggen. Welke speler huilt het hardst tijdens een verloren partijtje op de training? Otje, duidelijk. Ja, die is het fanatiekst. Als hij heeft verloren, dan hoor je dat wel. Die voelt zich nog wel vrij vaak benadeeld. Dus, Bouzid. Wie ligt het meeste bij de fysio op de banken om zich te laten behandelen? Joris van Overen. Hidde. Hidde ter Avest, die is daar elke dag. Hidde ter Avest, die ligt vrij vaak op de bank. Die heeft altijd ergens last van. Die gedraagt zich als een 30-jarige. Met wie zou je echt niet op één kamer kunnen liggen? Maarten Paas, denk ik. Is voor mij veel te druk. Tommy. Tommy Santiago, denk ik. Lul te veel, dans te veel, zing te veel. Wie heeft de beste muziekstijl? Dan moet ik ook Maarten Paas zeggen, denk ik. Die draait altijd de nummertjes in de bus reizen, dus dat kan ik wel waarderen. Ik vind Adam's muziekstijl wel mooi in de kleedkamer. Vind ik wel leuk. Adam is de DJ, dus ik geef hem wel de credits. Ja, soms Broederliefde en andere dingen. Ja, gewoon leuke dingen. Voor heel veel Nederlandse muziek. Dutch songs or just pop or reggaeton, Spanish music. So he put really different music. Wie kun je 's nachts wakker maken voor een potje voetbal? Willem Jans. Dave van den Berg. Ja, Dave van den Berg wel. Die wordt daar wel wakker van, denk ik. Willem Jansen. Potje voetbal kijken, analyseren, spelen. Hij vindt het allemaal fantastisch. Wie is het meest ijdel en heeft echt de spiegel nodig in de kleedkamer? Ik denk Mark, want die heeft zo'n mooie krul in zijn haar, denk ik. Maarten Paas geef ik deze. Dat is ook niet heel moeilijk, dat is Mark van der Marel, denk ik. Met zijn nieuwe kapsel is hij vrij druk. Fabian is ook wel ijdel, dus dan zeg ik toch Fabian. Wie heeft de beste kledingstijl? Elgiro Elia, denk ik. Kan ik wel van genieten. Ellie. Elgiro Elia. Die heb ik nog nooit met dezelfde outfit gezien. Wie is een slordevos en heeft zijn kamer niet opgeruimd? Remco, maar voor degene die niet geloven, ik heb bewijs. Ja, dat ben ik zelf wel, denk ik. Ja, ik ben wel slordig. Maar ik zit bij hem in de kleedkamer en dat is geen pretje. Wie heeft de slechtste muziekstijl? Nou, ik heb net Tassos' muziek gehoord. De Griekse muziek, dat vind ik maar niks. Adriaan Dalmau. Everybody, you know, they complain, but yeah. Ik ben de Spaanse muziek van Adriaan Dalmau wel een beetje zat. Maar het is niet echt foute muziek. They want to make jokes because in the end they enjoy it, so that's okay. Wie heeft de slechtste humor? Kom ik toch weer terug bij Maarten Paas. Hij denkt zelf wel dat hij heel grappig is. Sommigen zijn ook grappig, maar... Ja, ik vind Mark zijn grap altijd wel grappig, maar dat is juist wel slechte humor eigenlijk, maar ook wel weer leuk. Maarten Paas, denk ik. Hoge pieken, hele diepe dalen.